Goedemorgen allemaal. Ik heb net even lekker mijn ontbijtje gemaakt op mijn gastenhuis. Nu nog. Want ik heb een drukke dag vandaag. En misschien hebben jullie het al wel gezien dat ik laatst een brief had geschreven aan minister Stef Blok. En dat ging over van gas losgaan. Want gas gaat verdwijnen in Nederland. Duurt nog wel even, dus geen directe paniek nu. Maar ik heb wel besloten dat ik nu alvast actie ga ondernemen. En vooral ga uitzoeken wat ik dan allemaal precies moet veranderen om mijn gasfornuis weg te doen en daar iets anders voor terug te krijgen. We moeten ons realiseren dat er op een gegeven moment gewoon geen gas meer is. Dat duurt nog wel even, doet men ook niet om ons beste, maar het is voor het behoud van onze planeet. Ik wil heel graag dat mijn kinderen, nummer 2 komt eraan, later ook op een schone aarde kunnen leven. En als ik daar nu mijn steentje al aan kan gaan bijdragen, dan doe ik dat met heel veel liefde. Er zijn ook een aantal praktische zaken trouwens waarom overstappen van gas best wel handig kan zijn. Veiligheid bijvoorbeeld. Er zijn nou eenmaal mensen die hun gas nog wel eens aan laten staan. Ik noem geen namen. En over kinderen. Want bijvoorbeeld die van mij die vindt het heerlijk om ook mee te koken, maar dat is wel altijd op open vuur. Dus als ik geen gas meer zou hebben, zou dat het wel een stuk veiliger maken. Ander dingetje wat heel fijn schijnt te zijn, is als je een andere oplossing hebt dan gas. Of dat nou inductie of elektrisch of wat dan ook is, schijnt heel makkelijk schoon te maken te zijn. Deze vriend gaat er dus uit. Zover ben ik. Ik ga van gas los. Maar wat nu? Eigenlijk heb ik niet zo'n heel goed idee. Ik heb namelijk mijn hele leven alleen maar op gas gekookt. Dus ik weet niet zo goed wat de alternatieven zijn en wat voor stappen ik moet nemen. Dus daar heb ik hulp bij gevraagd. En dat helpt jullie ook weer een beetje, wellicht. Zometeen komt Ron langs. Hij is van KitchenAid. En aangezien ik hier een hele mooie KitchenAid keuken heb, komt hier ook een andere oplossing in van hun. Hij gaat me daar advies over geven en vanuit daar kijken we wel weer verder. Hey! Goedemorgen! Goedemorgen! Hi! Daar zullen we Ron hebben. Was ik weer. Ja, gezellig dat je er bent. Leuk. Verder. Dankjewel. Eerst koffie? Heerlijk, lekker. Oh, dat is het. Nou, daar zijn we dan. In de door jou welbekende keuken. Ja, leuk. Leuk. Blijft een mooie, bijzondere keuken. Ja, super hè? Ja, leuk. Ik vind het ook echt nog steeds helemaal te gek. Maar koffie, dat gingen we eerst doen. Ja. Alsjeblieft. Thanks meneer. Kijk eens, en koffie. Lekker. Dankjewel. Tof. Hey, en ovens? Want ik zie de ovens ook nog mooi glimmen. Ja. Bevallen goed? Fantastisch. Ja? Ja, daar kan je echt zoveel mee. Die zit niet op gas, toch? Nee. Die zijn elektrisch. Eigenlijk alle inbouwovens, als je een inbouwoven hebt, is eigenlijk altijd elektrisch in Nederland. Okay. Alleen als je een gasfornuis hebt waar de oven onder de kookplaat zit, ja. Want we hebben het vaak over de kookplaat, daaronder, dan kan het zijn dat die op gas is. Hoeft niet per se, maar kan wel. Ja, ik heb een vriend die dat heeft. Okay, dus die begon al gelijk te muiten toen ik het erover had. Ja, die dacht, hoe? Ja. Er zijn daar natuurlijk ook oplossingen voor. Maar inderdaad, vaak is dat een vrijstaand product en dat noemen we dan een gasfornuis. En als je het hebt over de kookplaat, hebben we het over de inbouwelementen. Ah, dus ik noem het ook steeds verkeerd eigenlijk. Nou ja, weet je, je kan er lekker op koken. Het is vaak om gaat, toch? Ja, ja precies. Ja, nou, laten we maar het is de kookplaat waar we naar gaan kijken. Ja. Nou, gaan we. Ja, daar is die. Je gaat hem meenemen, hè? Niet vandaag. Voorlopig nog niet. Nee, we laten hem nu nog even liggen, dat je nog lekker even op kan koken. Ja. Ja, daar is die. Maar goed, ik heb dus een inbouw gaskookplaat. Ik mag geen fornuis meer zeggen. Van KitchenAid. Ja. En daarom ben jij hier. Dat wil niet zeggen dat de rest van Nederland aan KitchenAid moet. Mag wel natuurlijk. Alles mag. Maar, maar in dit geval komt er ook iets van KitchenAid terug. Ja, maar dat kan voor iedereen wat anders zijn. Ja, nee, eens. Er zijn ook heel veel merken die heel veel verschillende producten leveren. Dus dat is ook heel logisch. Ja. Wat voor opties zijn er nou? Waar moet je nou aan denken, ook in qua budget? Oké. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Er zijn twee dingen waar we moeten letten. Ja. De aanschaf van een nieuwe kookplaat. Ja. He, bedoel, als je naar elektrisch gaat, heb je daar wat verschillende mogelijkheden in. En het is in ieder geval altijd elektrisch. Het is altijd elektrisch. Okay. Ja, ja. Dus inderdaad, bij het verdwijnen van het gas gaan we over naar elektriciteit. En elektriciteit heeft, en dat is gelijk het tweede punt waar je rekening mee moet houden, ook wel een consequentie in je meterkast. Want je moet dan wel zorgen dat er genoeg elektriciteit aanwezig is om de kookplaat te laten werken. Dat klinkt logisch. Ja, dus je krijgt eigenlijk inderdaad twee elementen. De aanschaf van een nieuwe kookplaat en het in de installatie ervan zorgen dat er elektriciteit is. Nou. Ron, wat voor opties zijn er ter vervanging van gas? Oké, nou wat we dus zien, hè, we gaan naar elektrisch. Elektrisch, dat is eigenlijk al wel heel lang te koop. Mm-hmm. Maar je ziet daar wel een soort van wijzigingen steeds in.
En men heeft het vaak over een keramische kookplaat. En wat is er keramisch aan de kookplaat? Eigenlijk de glasplaat. Ja. En onder die glasplaat kun je dus verschillende manieren van koken gaan creëren of van hittebronnen gaan creëren. En wat men vaak noemt de keramische kookplaat, mm-hmm. is eigenlijk een glasplaat waar een hittebron onder zit. En dat kan van alles zijn wat eronder zit? En dat kan verschillende variaties zijn. Dat kan een hitte-element zijn, dat kan nu zelfs halogeenlampen zijn. Dus er zijn heel veel verschillende afgelopen jaren versies geweest. En wat je ziet is dat halogeen in die zin een beetje de laatste ontwikkeling is geweest in het keramisch koken. Mm-hmm. En waar moet je dan rekening mee houden? Is halogeen dat... inductie? Nee, is nog geen inductie. Is nog geen inductie. Ja, dat is eigenlijk precies. Dat is eigenlijk de volgende stap. Want die keramische, gewoon de keramische kookplaat waar men het vaak over heeft, is een hittebron die straalt door het glas heen en die verwarmt dan de pan. En dat zijn ook die platen die niet afkoelen als je het zachter zet. Precies. En mijn moeder heeft die. Daar heb ik ook op gekookt toen ik jonger was en ik vond het echt een ramp. Dus dat wil ik niet. Oké. Neem een voorbeeld: als je melk aan het koken bent en het komt omhoog, je denkt ik zet hem uit, wat bij gas wel werkt. Het zakt niet terug, het gaat door, want het blijft heel lang heet. En dan kookt het over. Ja, precies. En daar weet ik alles van. Ja, en dat is overigens wat we vrijwel niet meer zien. We zien eigenlijk nu in de nieuwe keukens, we zien in de nieuwe aanschaf, dat men kiest voor inductie. Maar dat is wat je vaak ziet, hè. Als je gas namelijk aanzet, heb je een vlam, heb je een temperatuur. Als je de vlam uitzet, is je temperatuur weg. Ja. En dat doet keramisch niet, want die vlam, die temperatuur heeft tijd nodig om op te warmen en heeft tijd nodig om weer af te koelen. Dus het is anders koken. Inductie daarentegen, want dat is feitelijk wat je nu vandaag de dag steeds meer ziet, is waar je dat wel weer hebt. Want inductie is geen hittebron, maar inductie is een magnetisch veld. En wat doet dat magnetisch veld? Dat zorgt ervoor dat jouw pan alleen maar verhit wordt. Dus niet de glasplaat wordt heet, maar de pan wordt verhit doordat er een magnetisch veld is. Dat is kort gezegd de inductie. Dat is natuurlijk een hele techniek achter, maar dat is inderdaad... Nee, die techniek hoeven we niet. Precies. Het gaat erom, dus als je hem aanzet, een inductie, dat hij gelijk dat veld creëert en gelijk dus hitte heeft. En op het moment dat je hem uitzet, ook die pan gelijk weer in rust komt. Dus het creëert eigenlijk een soort van koken op gas, maar dan elektrisch. Ik wil wel wat voorbeelden zien. Nou, dat kan. Ik heb een hele mooie brochure meegenomen, waar je natuurlijk doorheen kan bladeren om eens te zien wat de mogelijkheden zijn. Aan de andere kant hebben we een experience center, waar je werkelijk even kan kijken en kan voelen hoe het werkt. Ja, dat wil ik. Dus ik wil heel graag uitnodigen om daar naartoe te gaan. Nou, top. Ik heb de hele dag vrijgehouden, dus wat mij betreft gaan we nu. Nou, hier hebben we de eerste voorbeeld liggen van een inductiekookplaat. Kijk. En wat je hier ziet, ik ben gelijk gelopen naar de 90 centimeter, omdat je natuurlijk thuis ook 90 centimeter hebt. Dat is ook even een dingetje. Goed opletten, wat is nou de afmeting van de plaat? En als je al iets hebt thuis. Precies, als je al iets hebt thuis wat je wilt gaan vervangen. Zo handig dat het past. Precies. En op het moment dat je natuurlijk helemaal nieuw uit gaat zoeken, nou, dan vind je eigenlijk altijd in de keuken speciaalzaken altijd wel de adviseur die jou advies kan geven wat het beste past en hoe je dat het beste in kan delen. Zodat je ook de rest van de ruimte nog goed kunt blijven benutten. Ja, het lijkt wel een half computer. Ja, grappig hè. Wat je natuurlijk ziet is waar je normaal alleen een paar knoppen hebt voor zeg maar, het gas aan en uit te zetten, krijg je de voordelen bij inductie of bij überhaupt elektrische kookplaten, dat je meer dingen in kunt gaan stellen. Ja. En wat je dus krijgt is dat je specifieke standen krijgt voor zeg maar, het warm houden van producten. Is dat je zeg maar, wat flexibeler wordt, dat je zones zelfs aan elkaar kunt gaan koppelen. Mm-hmm. Zodat je een braadslede bijvoorbeeld heel mooi erop kwijt kan. Dus je krijgt met inductie naast zeg dus maar, wat ik vertel. Ik wil deze twee, ik weet niet of dat kan, maar gebruiken kan dat ook? Ja, precies. Dan maken we noemen dat een brugzone. Mm-hmm. En dan schakelen we ze eigenlijk hier aan elkaar vast. Zodra je dan zeg maar, het vermogen gaat veranderen en dat werkt gewoon met een schuifje heen en terug. Kun je het vermogen gelijkmatig over de twee verdelen. Ja. Dus je braadsleden zal dan ook gelijkmatig verwarmd gaan worden. Mooi. Ja. En daar kun je natuurlijk ook alle kanten mee op gaan. Daar kun je alle kanten. Waar we het net over hadden. Precies. Betaalbaar, goedkoop tot heel duur. Ja, wat je zal zien is dat er zeg maar een basisformaat van 60 centimeter, dat is de kookplaat die in heel veel woningen ook aanwezig is. Ja. In nieuwe keukens zie je vaak dat het wat breder wordt. Die is er nog steeds, dus die kun je gewoon vervangen van een 60 gaskookplaat voor een 60 inductie of keramische kookplaat. Yeah. En dan heb je 4 normale zones. Daarna krijg je dan de mogelijkheid inderdaad om steeds een stapje verder te gaan, ofwel in breedte, ofwel in luxe, zodat je inderdaad meer functies erbij krijgt. Want ik heb begrepen dat er vanaf, ik geloof 2020, geen nieuwbouwwoningen meer opgeleverd worden met gas. Dat klopt. Ja, dat is ook wat wij inderdaad hebben begrepen. Ja, dat klopt. Dus als je nu bezig bent met een nieuwbouwwoning,
mag je ook helemaal niet meer geadviseerd worden over gas? In die zin, wat je ziet, is het vaak dat het een jaar is. Dus die mensen die nu in dat proces zitten, die zullen nog net gewoon ook een gasaansluiting kunnen krijgen. Ja. Maar wij zien nu al bij heel veel gebieden in Nederland dat het inderdaad alleen maar elektriciteit is. Ik zie dat je daar een hele mooie pan op staan. Mm-hmm. Dat brengt mij op het punt, moet ik nou eigenlijk al mijn pannen gaan vervangen? Dat is een goede vraag. Want daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, wij vaak adviseren om naast het kijken wat je al hebt, om bijvoorbeeld bij een hele goede kookwinkel, daar hebben ze alle verstand van alle verschillende soorten pannen, verschillende merken, verschillende kwaliteiten, om je nog wat extra uitleg te geven over, oké, wat is nou de beste pan voor jouw kookgebruik? Want daar zitten natuurlijk ook wel verschillen. Ja, en ook afhankelijk van wat je kan betalen. En dan zeker afhankelijk van het budget, ja. Nee, absoluut. Ja. Oké, dus eigenlijk moet ik gewoon al mijn pannen inladen en meenemen naar een kookwinkel. En het daar eens even gaan uitzoeken. Ik denk dat het wel een leuk item wordt als je binnenkomt lopen. Ja. Ik denk, komt die nou doen? Dat doen met zijn pannen. Ik zou het gewoon doen. Ik denk dat ik dan eens even naar Kookpunt ga. Mm-hmm. Want die vind ik altijd wel goed advies geven. Okay. En dan ga ik dat met hun uitzoeken. Ander vraagje. Wanneer, weet jij dat? Wanneer hebben we nou geen gas meer in Nederland? Nou, dat is voor mij nog onduidelijk. Ja, nou, wat wij begrepen hebben, 2035... Dus dat is best nog wel een hele tijd. Ja. Maar je ziet hoe snel dingen kunnen gaan. Ja. 2035 is het jaartal wat wij hebben vernomen. Okay. Dat er helemaal geen gas meer is. Maar eigenlijk moet ik dat nog eens even verder uitzoeken hoe dat zit. Ik zou het graag van je horen, want dat is voor ons natuurlijk ook interessant. Daar ga ik mee aan de slag. Top, leuk, hartstikke goed. Nou Ron, ik denk dat ik voor nu wel even voldoende van je weet. Mooi. Nou, niet voor jou, maar van de inductieplaten. Mm-hmm. Ik ga er eens even over nadenken. Uiteraard. En een besluit nemen, ook met het thuisfront, over wat wij nou precies gaan nemen. Ja. En dan ga ik snel weer bij jou terugkomen. Ik zie je graag weer terug. Dankjewel voor je komst. Oké, bye. Nou, dat waren mijn eerste stappen in het van gas los zijn. Ik heb er eigenlijk wel een beter gevoel over nu, gelukkig maar. Ik heb heel veel informatie, daar moet ik goed over nadenken. Ik moet ook nog wat andere dingetjes uitzoeken. En wat ik precies besluit, dat gaan jullie zien in aflevering 2. Tot over een paar weken. Doei!